Hebben we er een beetje zin in vandaag? Ja! Ik ben kapot. Jongens en meisjes, ik speel inderdaad gay. Ja, leuk. Een uitdaging een keer. Yo, goedemorgen. Het is heel vroeg. En mijn kat die komt ook eventjes kijken. Yo. Het is nu 6:10. Ik ben aan het fluisteren, want mijn ouders liggen boven nog te slapen. Maar ik moet om 7:10 in Hilversum zijn. Want we hebben vandaag weer een draaidag van Misfit. Yes. Dus ik ga eventjes wat eten en dan stap ik de auto in. Want ik wil niet te laat komen deze keer. Dus eventjes eten en dan richting Hilversum. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik weer vloggen op de set van Misfit. Ja, dat wilde ik gewoon even zeggen. En ik dacht, nu kan ik wel gewoon schreeuwen en gewoon lekker mijn opening doen in de auto. Dus ik dacht, ik doe dat ook gewoon eventjes. We zitten nu in de auto en we moeten nog ongeveer 3 kwartier rijden. En dan ben ik op de set van Misfit. En dan, nou, zoals het altijd gaat, kom je daar aan. Dan ga je de kleding in. Dan word je helemaal opgemaakt. Dan krijg je zo'n hele laag over je bakken heen. Dan gaan we gewoon beginnen meestal. Een beetje acteren en zo. Het is wel jammer dat het zo slecht weer is hoor. Het is nog donker, ruitenwissers vol aan, slecht weer. Vind ik niet leuk. We zijn aangekomen in Hilversum. Bij de studio's in Hilversum. Want hier hebben we vandaag de opnames. En ik ga nu lekker naar binnen. Dan ga ik de make-up in. En dan ga ik het hele gezicht laten verbouwen. En dan gaan we lekker beginnen. Kijk eens even waar we zijn. Nienke en Jamila zijn daar aan het oefenen, want we moeten vandaag gaan dansen. Trouwens, misschien voor de mensen die het weten, in deze studio's was ook Sepp Live opgenomen. Of nee, trouwens niet Sepp Live, de Sepp Awards. De Sepp Awards waren hier ook vorig jaar. Maar we moeten straks met z'n allen daar gaan dansen, dus ik moet ook eventjes de dansje gaan oefenen, want ik ken hem nog niet. We zijn hier bij de make-up. Moet je eens kijken, er zitten allemaal misfitters. Maar jou ken ik nog helemaal niet. Nee, dat ken je nog niet. En mensen kennen mij eigenlijk ook helemaal niet als misfitter. Nee. Wij zijn allebei nieuwe misfitters. Maar vertel even, wie ben jij dan? Nou, mijn echte naam is Noah. En ik speel Jason, de perfect one, man. Oh shit, ja kijk. Jason, ik heb ook wat voor jou rol nou niet gedaan. Echt? Ja, volgens mij wel. En toen moest je, jij bent zeg maar echt die gast die gewoon alles kan. Ja. Altijd die perfecte guy. Maar dat lekker, man. Ben ik ook een beetje. Ja, dat ben je ook een beetje. Oh, oké. Waarom zit iedereen nu al helemaal met de camera in te snuffert? Daar heeft hij misschien helemaal geen zin in. Ja, hij vroeg het gewoon lezen. Ik heb er ook geen zin in namelijk. Ja, in je gezicht. Je ziet er wel echt knap uit, man. Dat wil ik gewoon even zeggen. Thanks. Heb je dan naar je eigen kutkop gekeken? Nee. Kom eens even knippen aan Joppie. Zo, dat moet ik hebben. Hallo Joppie. Hoe is het Joppie? Goed. Nee, we hebben een nieuw meisje bij de make-up. Wie is dat? Oeh. Kijk eens wat een leuk pakje ik aan heb. Dit is toch fantastisch. Ik heb serieus wel echt geluk met mijn outfit. Want ik heb echt zo'n hele chille outfit aan. Gewoon zo'n joggingpak. En de rest, zoals je daar ziet. Iedereen die heeft van schoolpakjes aan. Dit is de figuratie. Die is nu aan het oefenen. Maar moet je eens kijken waar we gaan draaien. Het is fucking leuk. Good morning guys. Ben je ready om te dansen? Ik ben sowieso ready om te dansen. Kijk, dit soort pakjes moet iedereen dus aan. Ja, dit soort pakken, het is ridiculous. Lekker, hè? Engels, ik weet niet of jullie Engels kunnen. Zie je, kijk eens Engels. Ik denk dat er misschien wel een paar mensen Engels kunnen. Hi, good morning everybody. We are on the set. It's Studio 21 today. I hope Let's you're very excited. Let's get started. Let's get started. We got this. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Oh, wat ik dus net ook al zei, we gaan daar straks met z'n allen dansen. Maar er is een beetje een dingetje, want iedereen heeft gisteren die dans gekregen. En iedereen moet die gewoon nu goed kennen. Dus we gaan zo nog eventjes repeteren. En dan gaan we beginnen met die dans. En ik hoop dat het goed gaat. Wow, boys. Look out for Mr. Studio Girl. Hoe heet ze? Wat kunnen wij goed dansen, hé. Hey? Hey, niet normaal. Op een gegeven moment, jongen, toen ging jij echt helemaal... Ik ben daar gewoon zenderplakketjes op. Ik ging gewoon heel goed. Maar eerlijk? Weet je, jij was gisteren niet bij de repetitie, dus voor jou is het extra knap eigenlijk. Zeker, eigenlijk wel. Ik heb gewoon net in wat is het, 10 minuutjes en gewoon een zieke dans. Gewoon een zieke dans. Hé, hey, geen probleem. We hebben allemaal cues, we hebben gewoon 8 nummers waar we gewoon allemaal cues hebben en shit. Dat is echt ziek. Die hebben we. We gaan zo nog een keer opnemen en dan ga ik... Ja! Hé, hey, serieus, ga je zo... Ik ga je echt slaan, hè? Doe je ook daar bij Gio, hoor. We gaan zo... Nou, dit was de tweede keer dat ik het mag doen. Ja. Dus ja. Ik probeer nu al 3 keer hetzelfde te zeggen, maar ze vindt het heel leuk om er doorheen te praten. Maar goed, we gaan zo nog een keer opnemen. Ik ga mijn camera eventjes daar neerzetten. En dan kunnen jullie een beetje zien wat we precies aan het doen zijn hier. Daar gaan we. Oké. Kom jongens. Dat is 6:31, de eerste. Aken. Kom maar jongens. 3, 2, 1. Dan kies ze! Oh,
Ik ben kapot. Zoals jullie net zagen, waren we echt flink aan het dansen. En het leuke is, we hebben dit net gerepeteerd met z'n allen. En niemand wist nog zeg maar hoe deze dans moest. En toen hebben we hem gerepeteerd met z'n allen. En ja, zoals jullie zien, het ziet er echt wel goed uit hoor. Voor, ja, wat is het? 10 minuutjes oefenen? Welkom op mijn grote plaats. Nou, hey, Maud, was het fantastisch? Jij hebt het fantastisch gedaan. Is fantastisch, hè? Een pluimpje voor jou. Yes! Ik speel in deze serie gay. Jij speelt in deze serie ook gay. Ja. En wij, wij zijn een beetje verliefd. Ja, klopt. Wij zijn een beetje verliefd op elkaar. Ja. Ja. Ja, jongens en meisjes, ik speel inderdaad gay. Ja, leuk. Een uitdaging een keer. En dan zeggen heel veel, mensen van, oh, het is typecasting. Nee, het is geen typecasting. Nee. Oppassen met wat je zegt. We zitten nu lekker buiten en we zijn een beetje aan het afkoelen. Want het is binnen wel erg warm. En hier is lekker frisse lucht. Erg beetje muf ook. Erg muf. Beetje frisse lucht. Cool. Heerlijk. Even lekker relaxen. Ik ben helemaal kapot van het dansen. En van het springen en van het gek doen. Ik heb nu ook eventjes mijn eigen kleding weer aan. Ik heb nu een hele lange pauze. Ik dacht dat ik klaar was. Blijkbaar ben ik dus niet klaar. En ik moet nu pas helemaal aan het einde van de dag weer een scène doen. Dus misschien dat ik tussendoor nog even ergens anders heen ga. Maar ik ga nu sowieso eerst eventjes eten halen. Dus let's go. Wat een dolf, joh. Ik kan de lunch niet eens vinden. Ik ben nu al een paar keer rondje aan het lopen, maar ik weet niet waar het is. Oh, het is lekker zeg. Ik heb het gevonden. En ik ga het nu helemaal opeten. Lekker, jongens. Wij hebben nu pauze en wij gaan eventjes richting Tuning Service Huizen. Aangezien het in de buurt is. Dus dan gaan we eventjes langs. Gaan ze even het start-stop systeem bij mij eruit halen. Dat is dat systeem dat ervoor zorgt dat je auto gewoon uitvalt bij een stoplicht bijvoorbeeld. En dan gaan we gewoon weer lekker terug. Van de Misfit set naar Tuning Service Huizen. Wat een verrassing. Wat leuk. Wat leuk. Wat gezellig. Zijn er weer. We staan hier dus nu binnen bij Tuning Service Huizen. En hier staat toch wel echt een auto. Niek? Vind jij leuk, hè? Dat vind ik dus mooi. Gewoon zakelijk. Een Audi A3 e-tronnetje. Maar dat komt omdat hij zo'n elektromotor heeft. Pakt hij gewoon bijna naar 300 pk als je tuned. Dat is wel echt ziek. Dat is ziek, hè? Ja, dit is... Ik vind het ook wel echt... Ik weet niet. Ik vind het ook echt bij jou passen gewoon. Ja, hè? Echt een mooie auto. Het is dus een hybride, dus dat betekent dat het dus benzine is en ook nog eens elektrisch. Maar ik vind het wel inderdaad, dit is wel echt wel een soort van droomautootje voor jou. Nou, droomauto is gewoon jouw auto die je nu wel zeg maar een beetje in vizier hebt, ja, toch? Ja, de droomauto is de Porsche Macan. Die gaan we volgend jaar kopen. Oh, volgend jaar? Ja. Oké. Okay. Deze heeft normaal gesproken 150 pk. Nee, ja, je hebt de motor en de elektra. Ja. En gecombineerd is dat 204 pk. 204 pk. Zo, maar je gaat dus echt naar 280 en als je zegt ik haal de katalysator weg... En ik plaats een downpipe, scoren ze tegen de 300. Dat wil ik! Dat kan! Maar ik wil hem! Het is bereikbaar. Wat zit je nou op te zoeken? Ik ga nu de Audi A3 e-tron opzoeken. Hij is dus nu alweer aan het kijken naar de auto. Oh, oh, oh. Ik vind jou wel zo'n type die dan bijvoorbeeld volgende week gewoon opeens dat die auto voor de deur staat. Ja, dat klopt ook. Oh, Niek, mag je nou gewoon rijden, jongen? Ik kan zelf rijden! Hij spreekt jullie gast. Dat is wel dik, hoor. What the fuck, maar hij maakt de hele tijd zomaar zo'n geluidje. Klopt, ja, ik heb de klep maar opstaan. Jezus, maar nu trekt hij veel sneller op dan net. Nou, bedankt voor deze proefrit. Ja, mijn auto staat nu lekker binnen. En we gaan eventjes het systeem eruit halen, het start-stop systeem. Start-stop gaan we even killen, ja. Ja, we gaan het even killen. Waar nog meer gekild hebben? Nee, doe alles maar. De tank vol? Doe de tank ook maar vol, ja. Ik kan je dat gewoon aanzetten op een appje? Huh? Kan je dat gewoon even op je telefoon doen? Ja, je kan even de tank omhoog doen. Zo, Joepie, zat je net in de e-tron? Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, was erg leuk. Oh. Ik zou je hem willen kopen? Ja, maar ik ben niet zo'n hyped. Ik ben niet zo autogek als wat jij bent. Nee, oké. Als jij een nieuw uitlaatje hebt, dan word je helemaal... Ik helemaal wild. Helemaal wild. Dan word ik helemaal wild. Ik echt niet, maar ik vind het wel oprecht. Maar... Ik vind wel oprecht ook echt een auto voor jou. Ja. Ik vind het echt een vette auto. Maar goed, wij zijn nu onderweg weer terug naar Hilversum, want we werden net gebeld om te vragen of we eerder terug wilden zijn. Blijkbaar zijn we dus nodig weer op de set. Dus we rijden nu lekker terug en dan gaan we weer onze pakjes in en dan gaan we kijken wat we moeten doen. Ja. Ja, daar zijn we weer. Studio 21. Show! Ja, en we zijn weer... Op de set en ik heb weer mijn outfit aan. Maar als acteur, heel veel mensen weten dat misschien niet, maar je moet heel veel wachten.
Bijvoorbeeld vandaag hebben we alleen in de ochtend gedraaid en dan moeten we weer een hele lange tijd wachten. En ik hoor heel vaak van mensen, bijvoorbeeld andere YouTubers of zo, die dan een keer een dag moeten draaien, die zeggen van ja, ik moest zo lang wachten en zo, maar dat hoort er echt bij. Als acteur heb je echt leuke dingen te doen, maar het wachten is wel echt een minpunt. Je moet echt lang wachten. Ik zit hier nog steeds een beetje te chillen, maar buiten is het gewoon bijna aan het stormen, joh. Kijk die bomen. Helemaal gek. Gaan helemaal gek die bomen. Kijk je dan. Maar nog steeds aan het wachten. A few moments later. Ik ben spinnen, nog. Ja, misschien hoorde je het al. Ik ben net wakker. Ik heb net echt best wel lang geslapen en ik ga nu weer pas doen. Dus let's go, we gaan wat doen. Oh, ja, jongens en meisjes, de dag zit erop. Zo, ik zit weer lekker in de auto en het was een hele lange dag vandaag. Ik moest zo'n 7:10 zijn en het is nu 6:00 en ik ben nu pas klaar. En wat ik net ook al zei, soms heb je gewoon van die dagen als acteur dat je gewoon heel lang moet wachten en meer eigenlijk aan het wachten bent tot je iets mag gaan doen of een scène moet gaan doen in plaats van dat je echt daadwerkelijk bezig bent. Hoort er maar eenmaal bij. Maar goed, ik ben nu lekker klaar en wat ik net ook al zei, ik ga nu naar mijn oma en dan ga ik daar gezellig eten met mijn vader, moeder en mijn broer. Dus richting Purmerend, let's go! Ik ben aangekomen in Purmerend, want ik ga lekker bij mijn oma eten. Dus ik ga hierbij ook de video afsluiten. Vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.